Ja, ja. Meneer Hishballin, wat gebeurde er toen u vrijdag de Telegraaf opensloeg? Wij weten dat Shaban B. zich probeert te onttrekken aan de berechting en aan de straf die in Nederland door de rechters is opgelegd. Het gaat om 15,5 jaar. Dat moet dus niet zo blijven dat mensen hem tegenkomen of denken tegen te komen in een ander land, in Turkije in dit geval. Wij willen hem achter slot en grendel zien. Gaat u nog met minister Verhagen bijvoorbeeld druk uitoefenen? Ik heb rechtstreekse contacten met mijn Turkse collega van justitie, het Openbaar Ministerie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft goede contacten en samenwerking met het Turkse Openbaar Ministerie. Er is een aantal mogelijkheden om hem achter slot en grendel te krijgen. Eén daarvan is dat de Nederlandse straf in Turkije wordt ten uitvoer gelegd. Een andere mogelijkheid is een eigen Turkse strafzaak. Maar het kan ook zijn dat we hem buiten Turkije kunnen oppakken en dan kan hij naar Nederland worden uitgeleverd. Als hij zo dom is de grens over te gaan. Zo is dat. En dan is er nog het geval van geld. Er is ook nog een hele vordering op hem. Ja, hij heeft ook ten koste van degene, de vrouwen en meisjes die hij heeft misbruikt in de prostitutie, volgens de uitspraken die door de rechter zijn gedaan, veel geld verdiend. Veel geld dat niet bij hem mag blijven. Vandaar dat ook het financieel onderzoek van belang is. Ook op dat punt is er samenwerking tussen Turkije en Nederland. Was u nou op de hoogte van die verblijfplaats? Was u erg verrast door dat krantenartikel vrijdag? Het Openbaar Ministerie kende een aantal mogelijkheden. Het lijkt me niet nuttig om tot in detail daarop in te gaan. En vandaar dat ik het even bij dit antwoord moet laten. Uiteindelijk gaat hij niet in Nederland zitten, maar zeer waarschijnlijk in Turkije, als het aan u ligt. Een andere mogelijkheid is dat hij buiten Turkije wordt opgepakt en wordt uitgeleverd. Dat zijn twee mogelijkheden. Zoals gezegd, de doelstelling van de Nederlandse justitie is en blijft om deze strafzaken tot een goed einde te brengen. En dat betekent veroordeling en bestraffing. En wanneer is de vertaling van het dossier af? Want daar wacht de Turkse justitie op. Er is in november een directe overleg geweest tussen het Openbaar Ministerie van Nederland en dat van Turkije. Naar aanleiding daarvan zijn afspraken gemaakt over de informatie die nodig is. Het gaat om een zeer omvangrijk strafdossier en er wordt met de grootst mogelijke voorrang aan de vertaling gewerkt. En de meisjes, de slachtoffers, wordt daar nog extra op gelet? In de dagen nadat was gebleken dat Shaban B. was weggelopen en niet was teruggekomen, is er uiteraard extra aandacht besteed aan de directe risico's. Op het moment dat hij verder weg is, zijn die risico's minder direct, maar de slachtoffers blijven onze aandacht houden. Hij kan ze bellen? Wij kunnen veel.